En heel wat sprekers hebben al gezegd welke resultaten we geboekt hebben. Maar dat resultaat is gepaard gegaan met een hoge sociale prijs die jullie allemaal betaald hebben. De samenleving heeft een hoge sociale prijs betaald. En wij als regering, en die opdracht heb ik al gegeven als president, we gaan teruggeven aan die samenleving. We gaan teruggeven. We gaan teruggeven in de vorm van koopkracht. We gaan teruggeven in het verlagen van de prijs in de winkels. We gaan teruggeven op basis van goede onderhandelen met de vakbonden. Het is tijd om terug te geven voor die zware offers die het volk heeft gebracht. En we zijn al begonnen met de onderhandelingen. Er zijn afspraken gemaakt over tijden van gesprekken. Het onderhandelingstraject, de onderwerpen worden geïdentificeerd. En wij starten met EBS-tarieven op dinsdag. Mijn mensen, ik vind het jammer dat een deel van de vakbeweging niet kiest voor het pad van overleg. Niet kiest voor het pad van onderhandeling. Maar kiest of om thuis te blijven of om andere actie te voeren. Welke totaal niet bijdraagt aan de productiviteit in het land. Welke totaal niet bijdraagt aan de stabiliteit in het land. Welke totaal niet bijdraagt aan die groei in het land. En welke niet bijdraagt aan die eenheid die we nodig hebben in dit land. Om het land te ontwikkelen. En vanuit deze plaats roep ik die vakbonden op. Komt u aan tafel. Presenteert uw issue. En laten we daarover praten. En laten we als volwassenen overeenstemming bereiken in het belang van het volk. In het belang van de arbeidende klasse. In het belang van de samenleving. En ik sta open ervoor. Mijn mensen, dat vraagstuk van die energietarieven is door en door besproken met deskundigen, met vakbonden. Met bedrijfsleven. En natuurlijk is niet aan ieder eens. Maar als wij een historie hebben, let wel, een historie hebben van langer dan 40 jaar van het subsidiëren van de elektriciteit en iedereen betaalt lage energietarieven omdat de regering voor hun betaalt. Heeft iemand een idee wat wij per jaar betalen aan subsidie voor elektriciteit? Wie? 5,2 miljard SRD per jaar betalen we subsidie. Geld waarmee scholen gebouwd konden worden. Geld waarmee politiebureaus gebouwd konden worden. Geld waarmee polyklinieken gebouwd konden worden. Geld waarmee medicijnen gekocht konden worden. Geld waarmee ontwikkeling gebracht zou kunnen worden. Dat geld gaat per jaar alleen naar subsidie. Begrijp je dat we als land niet vooruitkomen? Begrijp je wat ons belemmert in onze ontwikkeling? En zo zijn er nog zoveel andere subsidies. En als we eenmaal in een IMF-programma zitten en een onderdeel daarvan is afbouw van subsidie, dan moeten we eens zijn dat we die subsidie gaan afbouwen. Maar we gaan onderhandelen met de vakbonden. Maar ik kan u hier wel zeggen, mijn mensen, als er fouten gemaakt zijn bij de berekening, als er fouten gemaakt zijn bij die berekening van de tarieven, ik hoop het niet, want we hebben langer dan 4-5 maanden onderhandeld met alle deskundigen. Maar als er fouten gemaakt zijn, dan gaan wij die fouten corrigeren. Dan gaan we ze corrigeren. Ja. Dat zijn we als regering. We zijn een heel sterke regering, effectieve regering, maar we maken ook fouten. En daar worden fouten gemaakt, maar dat moeten we corrigeren. En daarvoor zijn we niet te groot. Maar dat doen we op basis van goede onderhandelingen.